Zij begon belang bij veilige zeeroutes. En de piraterij die bedreigt die zeeroutes en bedreigt dus onze economie en onze welvaart. Dus het is voor ons van groot belang dat wij dat veiligstellen. En dat doet de marine. Dat doet de marine met de schepen, waardoor wij corridors maken waar konvooien veilig doorheen kunnen. Maar dat doen we dus ook met deze detachementen op schepen, zoals het detachement waar ik vandaag die medaille mag uitreiken. Zoals veel mensen misschien niet weten, we hebben 15 missies lopen op dit moment over de hele wereld. En de piraterij is daar een hele belangrijke van. En zo'n medaille is toch een stukje erkenning van de Nederlandse staat voor het hele bijzondere werk wat die mensen daar doen. Soms met gevaar voor eigen leven. Ik denk dat we bijzonder veel voedsel hebben af kunnen geven in Somalië. Een land dat natuurlijk helemaal verscheurd is door oorlog en door honger. En we hebben daar behoorlijk hoeveelheden voedsel af kunnen geven. Dus ik denk dat het een groot succes was. Ja.